Oh. Zo blij. Beste mensen, wij zullen ons willen voorstellen. Wij zijn namelijk het trio Rorero. Geen zangers of geen orkest, maar wel drie razzechte Genkenaren die begroeid zijn met een taal en het Genker dus heel nauw aan het hart. Want het Genker, je weet dat of je weet dat niet, maar zij weten dat, dat is een heel speciaal taal. Die raakt langs geen kanten aan die andere dialecten, nog van Hasselt of Diepenburg of Schoenen, noem maar op. Dat is heel apart. Maar ik heb al de indruk dat we stilletjes allen nou een, hoe moet ik dat zeggen, in de koers zeggen ze een hergroepering gewoon, met dat de talen nou in danen gewoon, want dat zijn nou weer die vrigger, ik zeg maar iets, in het Genker, zag bij godverdoeme en on de ju. En de tongerenaar zag dat ook met heel anders en een van Westmalle zag dat ook heel anders. Maar dat is nou e-woord geworden. Nou zeggen ze gewoon, oh my god, and fuck you. Ja. Maar het dialect in het algemeen, Renaat, dat geeft achteruit. Ja, dat geeft achteruit, daar moeten we geen zeven even vertellen. En maar, zeker in Genk, hè. In Genk, heel speciaal. Ja. Want als het nog is, pak een klein 120 jaar geleden, ja. Toen moesten hij in Genk, ik ga er 3500 man, hè? En die woonden de grootste hoop, wat wij nog altijd het terp noemen, of het centrum, en de rest dat zit in de gehuchten. Ja, dat kan dan allemaal gaan. Allemaal. Ja. En die woonden hij in Langere, in Sledere, in Kamerlo, in Terbokt, in Gelieren of ten Aadwaterzee. Daarna een winterslag of een ding in de Hoeve, en daarnaast nog een kibbelje in het, op het hekje zitten. Dat zit het er nog in. Ja, en dat kan dan allemaal gaan geweest, ze zegt. Ja. Maar dan zijn ze beginnen te zikken en te boeren. Hè? Dronken ze ineens kool, vinden hij. En toen zijn ze in één keer volk bijgekomen vanuit heel het land, vanuit de Vlaanders, vanuit de Walen, maar ook wij te buiten. En in één keer zitten wij met 10.000, 15.000 man. En wij worden in de minderheid, hè. Dat is zo. En toen denk ik dat het Genker voor de eerste keer een visvijg gekregen heeft. Hè? Ja. De mensen van hij passen zich gewoon aan de mensen die nog uitkomen en die anders zijn. Ja, ja, dat is zo. Oh, dat is just... ja, en daar niks meer te vertellen, want wij verstonden hun niet en zij verstonden hun niet. Ja. En dan had ze nog in de show, hè, de woord op een gegeven moment verboden, van platte kallen op een speelplaats. Er moest ABN gesproken worden. Ja. Maar er wordt nog meer verboden op een school. Hè. Bijvoorbeeld die linkshandig woorden, hè, die moesten hier rechts schrijven. Ja. En als hij probeert van toch, ja, dan wordt er op een vinger getikt met de regel. Ja, dat ze leren zich dat wel. Ja. Zeg nu niet dat zich linkshandig was. Ja, ik was linkshandig. Ja, ik weet het nog. Potverdekken, we moesten de Mechelse catechismus en de tabel van vermenigvuldiging had van buiten kennen en van veren naar achter. En de gedichtjes van gezellen en van Alice, nou, ik weet het niet meer, dat was aprijkelijk. Weet ze dat we nog beginnen te schrijven zijn op een lijn en griffel? Ja. Dat kennen ze nou niet meer, nee, hè? Nee. Ze lachen nee. De gauw dat ze nog even begint. Nou. Zullen die weer nog in Van Dalen doen? En als ze dat nou nog tegen een kenner of een kleinkenner zegt, hè, dan kijken ze, bekijken ze zich weer op wijze. Ja, ja, ja. Ja, dat is prima verhaal. Man. Maar door is het meeste veranderd na de oorlog, hè. Toen de Amerikanen hen gebombardeerd hebben, het heel derde ploeg plat. Ja, 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 ja. Dan hebben ze dan nog een nauwkerk gezet. Allemaal zit dat veel te goed, is en te wanschopig is, maar toen ze dat gezet hebben, toen ook nog iedereen naar de kerk. Ja, ja. Nou, nu mee natuurlijk, hè, met Steto. Ja, ja, met de kalsen van de kerk, maar we moesten snel gaan wat heen ging en die jaren allemaal veranderd is. Hè. Ja, hebben ze eerst de pitten gehad. Dan in de jaren 30 hebben ze een kanaal gebouwd. Zo lang, zo breed en zo diep. Ja. Ze moesten met het veer door de Koudsbeek of ze koepen er niet mee. Ja. Achterno, de fabrieken, de fort, de Allegenie, Heurman, Berghuis, Bluebellheim. Neem ze maar allemaal honderden uit, het zit er vol van. Ja. De grote opensteden hadden we niet. Ja, afgebroken. De eerste mei 1936.
huldigen ze een nieuw ziekenhuis in. Ah, ja. Het Sint-Jans ziekenhuis. Voort zit nu de Corda campus. Hè. En dan zit hij nou, en de kattenvennen zeggen het altijd, met het, ze nemen dat het Chiepse Bos. Daar zit nou verdomme denk zo goed en zo. Mm. En gelijk, dan achterop de Autostraat, dwars door het spiegelje van de Himmeloud. Drie shoppings, het eerste overdekt shoppingcentrum van Belz zit hij in Genk, hè? Ja. De Hasseltweg. Vroeger heen door een huis. Nou, van onder Martini bericht dat een bokker de ene winkel naar de andere. Ja. Jonge mannen, en dan heel zeker niet te vergeten, hè. Ons voetbalploeg, hè, mijn lieve kameraad. Ja, heel Belz is zo jaloers. Ja. Absoluut. Ja. Goddank is er in Genk toch nog redelijk veel green als we zo kijken. Hè. De Meleweijer met zijn park, het Heempark, Kattenvennen, dat is ene bos. Als we dan kijken wat ze daar aan het aanvangen zijn met de Stimmerbeek van alles. De Uitstoot. Wat hebben ze gemaakt van de putten van een winterslag, Seamine, Waterzee, de Torpark, dat is toch allemaal heel de moeite. Hè? Ja, ja, ja. Dan niet vergeten de motten, Hultschoen, 500 hectare, pier natuur. Nou, gewoon ze zelfs beenplanten op een mer, moest ja, niet in de bos van maken, ja. Het is de wall of money of, kent. Maar ondertussen zitten wij maar met een schenker te kluten. Jo, en als er sommigen moest geleven, dan werd het Citeese Streek tolheden. Dat is ramp. Bewaren de vier. Ja, als het ik zou zeggen, we krijgen toch reis gewoon van de vijfde. Maar goed, ja, dan kon ze zeggen, we denken weer op Beer te zorgen in zijn tijd. Hè. Hij was ook heel grijs. Hè. En nu komen ze in op hem af. En ze proberen. Je bent wel grijs geworden. Ja, ja, is er gebeurd. Beter snappen toch als de pannen er vanaf vindt. Ja, 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 dan kan ze horen duren gewoon. Maar ja, goed, we hebben veldeken nog. Ja, ja. Die proberen tenminste nog. Alsjeblieft, dat is ook. Die proberen tenminste nog het Genk. Het gebreigend behaag van het Genk. Ja, ja, dat doet ons best. Ja, 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 test hopen dat het afdeed. Ja, ja, dat is juist. Ja. Maar toch, het is het verhaal van allemaal. Ik weet nog wel dat ik in het begin op Genkerhoven kom. Ja. Ja. Daar heb ik toch veel bij geleerd. Hè? Want wij kalden aan als Genker. Als die mensen vroeger, ja, 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 dan getij op de boerderij en zo. Ja. Dat kenden wij niet. Ja, ja, maar vroeger was het ook verschil van Bokkerik bijvoorbeeld of Aardwater. Ja, die kalden allemaal Genker, maar dus het verschil tussen. Ja, dat is ook. Ja, ja, ik zou zeggen, lodderschroepen. Dat het nog goed afleeft en we willen nog een goeie op drinken. Gezondheid en maar ook. Gezondheid. En dat het mij deed gedoen, dat voor ons een mooi ging. Voilà, dat is ook hetzelfde. Gezondheid.